Dames en heren, welkom. Goedenavond. Ik heropen de vergadering, want het was een schorsing. En ik moet melden dat de heer Aalt Westerman nog steeds afwezig is. Om persoonlijke redenen die buitengewoon verdrietig zijn. En we wensen hem alle sterkte. En ik zal hem een van deze dagen ook nog een keer samen met de griffier bezoeken. Om afscheid van hem te nemen als lid van onze raad. Verder is de heer Veldhuis na de schorsing niet teruggekomen in de vergadering. Dat geldt ook voor de heer Royakkers en dat geldt ook voor de heer Meijerink. Alle drie hebben verplichtingen elders en hebben zich bij ons afgemeld. En daarmee heb ik de vergadering heropend. Moet ik u op voorhand melden dat de griffier en ik niet zo heel veel ervaringen hebben met het installeren van raden en dat soort dingen. Een beetje, maar niet zo heel veel. En we hebben al helemaal geen ervaring met de dingen die de afgelopen dagen gebeurd zijn, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat was voor ons een unieke ervaring en ik heb al tegen de griffier gezegd, wat mij betreft, eens maar nooit weer. Ja, dat heb ik tegen de griffier gezegd, men er maar aan. En ik zal het de volgende keer vanaf afstand, zal ik het welwillend en liefhebbend bekijken. Maar ik zeg dat even op voorhand, omdat we elkaar ongetwijfeld dadelijk de hele tijd. Ik ga hem dadelijk de hele tijd dingen vragen of ik alles wel goed doe. Want ik weet gewoon niet precies hoe de procedures lopen. Het is allemaal hoogst ongebruikelijk. En ik zou het fijn vinden als u iedere keer gewoon bij elke vraag die ik stel instemmend zou knikken. Dat zou enorm helpen. Ik begin allereerst met te constateren dat wij afgelopen maandag de commissie voor de geloofsbrieven hier aan het woord hebben gehad. U ziet nu ook dat twee van de leden van die commissie er niet zijn, vanwege verplichtingen elders. Maar de griffier en ik hebben geconstateerd dat de commissie afgelopen maandag voor de leden die op dat moment toegelaten zouden worden, de conclusie heeft getrokken dat er geen beletsel was voor hen om toe te treden tot de nieuwe raad. En naar onze mening, en ik zie de heer Lochtenberg instemmend knikken, en die beschouw ik op dit punt vandaag als een autoriteit. Maar naar onze mening betekent dat dat wij daarmee in feite de commissie van de geloofsbrieven haar taak heeft volbracht. En dat we dus de conclusie kunnen trekken dat er geen beletsel is voor betrokkenen om toe te treden tot de nieuwe raad. U bent dat met mij eens, denk ik. Dat is mede gelet op het feit dat vandaag er een hertelling heeft plaatsgevonden, waarvan overigens de processen verbaal zijn toegevoegd aan de stukken van deze vergadering. Dus mocht u die ooit nog een keer willen bestuderen, dan kan dat uiteraard. En die hertelling heeft niet geleid tot een andere zetelverdeling. Heeft ook niet geleid tot een andere, moet dat zeggen, voorkeursstemmenverdeling. Dus dat betekent dat de uitslag van afgelopen woensdag door die hertelling is bevestigd. Tot nu toe doe ik alles uit mijn hoofd. Ik kijk even naar de griffier. En dat doe ik tot nu toe helemaal goed. Dat betekent dat ik u nu moet gaan. Nou, laat ik toch nog even iets zeggen over die hertelling. Ik vind het toch goed om daar even kort aandacht aan te geven. Het is een bijzondere gebeurtenis. We moesten er juist een beetje over grinniken. En dat is ook wel terecht, denk ik. Ik ben persoonlijk erg blij dat die hertelling tot dezelfde conclusie heeft geleid. En dat komt niet omdat ik een voorkeur heb voor de ene partij of voor de andere partij, maar omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind om hier te kunnen uitspreken dat we dus vertrouwen kunnen hebben in het werk wat door heel veel mensen gedaan is. Dat is voor mij natuurlijk als burgemeester aan het eind van de dag het allerbelangrijkste. Niet de vraag wie komt in de raad, maar de vraag is dat proces van verkiezingen en stemmen op een ordentelijke manier verlopen. En kunnen we vertrouwen hebben, en nu ga ik iets heel raars zeggen, maar kunnen we vertrouwen hebben in onze bureaucratie? En ik weet dat een heleboel mensen bij het woord bureaucratie denken, ach gat, liever niet. Maar ik zeg u hier, en ik zeg dat echt met volle overtuiging, dat onze bureaucratie een van de fundamenten is onder onze democratie. Het zijn de regels die we met elkaar hebben afgesproken.
Het feit dat we ons aan die regels houden. Dat we ambtenaren hebben die ons af en toe ook tegen wil en dank op die regels wijzen. Dat is een fundament onder onze rechtsstaat en daarmee ook onder ons kiesstelsel. We hebben afspraken gemaakt en die voeren we zorgvuldig uit. En ik ben verschrikkelijk blij dat die bureaucratie gewerkt heeft. Vindt u het goed dat ik het zo zeg? Met alle gevoelens en alle respect voor alle gevoelens die ieder van u heeft. En die ik u ook echt, ook dat klinkt misschien raar, maar die ik u echt van harte gun. U mag uw gevoelens hebben. Maar ik hoop ook dat u begrijpt dat ik mijn gevoel van opluchting heb. Dat wilde ik gezegd hebben. Daarmee, en dat heb ik vanmorgen ook gezegd, vanmiddag. Uiteindelijk was het eigenlijk vanavond. Daarmee ook dank uitgesproken aan al die mensen die dat werk gedaan hebben in de afgelopen dagen. En we hebben vandaag geapplaudisseerd voor Wim Schaapman en Hans van Schepen. Want die zaten zo te zweten. En ook echt, die zaten zo te zweten. Dus ook van hieruit nog een keer vreselijk veel dank aan al die mensen. En met name aan Hans en Wim. Dat heb ik gezegd. Dat wilde ik graag zeggen. Dan ga ik nu over tot een formeel punt. Want dat alles gezegd hebben, kan de raad volgens ons overgaan tot de toelating van de nieuwe raadsleden. Omdat er nu geen twijfel meer is over de toelaatbaarheid en de commissie geloofsbrieven heeft voor alle kandidaten al geconstateerd dat de geloofsbrieven in orde zijn. Krijg ik nu een besluit op... Ja? Gooi me dan eens een keer erop. Jongen. Raadsbesluit. De raad van de gemeente Dalfsen. Gelezen het procesverbaal van het Centraal Stembureau, gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, overwegende dat de commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden, gelet op afdeling 4 van de kieswet, besluit toe te laten als leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen, de heer Leander Broeren, Wim Dankelman, José Eilert, Inge Haarman, Ingrid Kappert, Herman Kleine-Koerkamp, Rietje Lasje, Ruud van Leeuwen, Wim van Lente, Wim Massier, Luco Nijkamp, Wim Persink, Jos Raammaker, Betsy Ramerman, Bert Ruitenberg, Janine Schiphorst, Ben Schrijver, André Schuurman, Jan Uitslag, Gerrit-Jan Veldhuis en Michiel Veldman. U gaat ermee akkoord, neem ik aan. Met algemene stemmen? Dan aldus besloten door de Raad van de Gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 maart 2018. 17. 27 maart, zijn fout. Zijn fout voor alle duidelijkheid. Ik wil daar geen enkel misverstand over. Zit erop. Zo, fijn. Fijn dat we dat besluit hebben kunnen nemen met elkaar. En dames en heren, nu ga ik iets heel bijzonders doen. Ik ga afscheid nemen van u. Bij sommigen van u doe ik dat wat uitgebreider dan bij anderen. U zult dat begrijpen. Ik neem van ieder van u afscheid. Ik heb me voorgenomen om niet bij iedereen uitgebreid te spreken. Maar het zou kunnen zijn dat ik l'esprit d'escalier nog op het laatste moment toch nog nodig vind om iets te zeggen. Maar ik ga me inhouden. Maar een aantal van u komt gewoon terug. En u begrijpt dat we de echte aandacht geven aan de mensen die vertrekken en niet terugkomen. En ik ga naar het katheder, als het goed is. En we gaan dat nu doen. Ja? Oh ja, en voor alle duidelijkheid, daarna is er nog gelegenheid voor raadsleden om ook nog het laatste woord te richten. Dat is dus vanavond aan u. En dat mogen ze vanaf de eigen zitplaats doen of vanaf het katheder. Mijn voorkeur gaat uit naar het katheder. Dus als u wat wil zeggen, zou ik zeggen, gaat u daar lekker staan. Dan heeft u een goed overzicht. Dus u heeft het laatste woord als u daar behoefte aan heeft. Dames en heren, ik ga u toch vragen om bij me te komen, want u krijgt dadelijk iets van me. En voor sommigen betekent dat er een hele reis moet worden gemaakt, maar dat is dan maar zo. En mocht u zich afvragen waarom deze volgorde, we beginnen met een kortzittend raadslid. Dus des te langer, des te later, des te langer zitten ze. Nou, dan weet u dat alvast. En we beginnen met de heer Wim Massier, die komt terug. Wim, mag ik je vragen om hier naartoe te komen? En jij komt gewoon terug. Je bent er tussentijds ingekomen. En je komt terug.
Ik ga nog niet zoveel van je zeggen, behalve dat ik het fijn vind. Je bent een prettige man om mee om te gaan. Je bent zacht en gelijktijdig ook scherpzinnig. En dat is volgens mij een hele een mooie combinatie. Dankjewel voor je bijdrages. En ik ga je naar de bos bloemen geven. Maar, dat is een beetje jammer. Dan moet je even bij me blijven staan. Het is wel echt handig, die dingen. Dames en heren, het is zo dat iedereen krijgt een afscheidscadeautje. En dat afscheidscadeautje, dat weten de raadsleden, is een foto die van hen gemaakt is. Door Paul Bink, onze lokale held. En dat zijn hele bijzondere foto's geworden. Ik weet niet of ieder van u heel blij met die foto zal zijn. Maar het kan zijn dat u vindt dat u er raar op staat. Maar ik vind ze allemaal erg treffend, laat ik het zo zeggen. En dat kan samen gaan, Wim. Ja, ik geef u die foto, maar ik zeg u nu alvast, er zit een blauwe sticker op. Dat is om hem te beschermen, die haal ik bij Wim ervan af. Wim ziet hem al, jullie nog niet. Die haal ik er bij Wim vanaf. En wat ik heel graag zou willen, dat is dat we deze foto's binnenkort gaan ophangen. Hier in de raadzaal, of in de raadzaal of hier buiten. En ik zou het dus ook fijn vinden als u dan de foto die u dadelijk van mij krijgt, daarvoor weer beschikbaar zou willen stellen. Eigenlijk is dat de voorwaarde, anders krijgt u hem niet. Zullen we dat afspreken? Dit is de foto van Wim. Ja? Hij kijkt vriendelijk. En is wat dat betreft een uitzondering, dat kan ik u nu al vertellen. Alsjeblieft. Wim, dankjewel. Ja. De tweede is Gerrit-Jan Veldhuis. Die komt terug en is er ook niet, dus dat gaat wat sneller. En de derde, die sla ik dus daarmee over. Hij krijgt bloemen en een foto, maar niet nu. En hoe de bloemen erbij staan op het moment dat hij ze krijgt, weet ik niet. Verder, Aad Westerman. Ik heb al gezegd, Aad kan er niet bij zijn vanwege gezondheidsredenen van zijn echtgenote. Dat is heel pijnlijk voor hem. Want hij was er wel heel graag bij geweest. Hij heeft zich schriftelijk afgemeld, uitgebreid, heeft in die zin een afscheidsbriefje geschreven, denk ik, aan de leden van de raad. En zoals ik net al zei, Joost en ik zullen bij hem op bezoek gaan, de griffier en ik zelf. En we zullen Aalt, en misschien we zullen Aalt daarbij de foto overhandigen, bloemen, maar Aalt krijgt ook van onze raadspenning. Hij heeft weliswaar geen volle raadsperiode gemaakt, maar hij heeft wel het begin en het einde gemaakt. En gezien het feit dat hij er zelf niet voor gekozen heeft, laat ik het zo maar zeggen, om tussentijds te moeten stoppen. Maar dat vanwege gezondheidsredenen moest doen, ben ik zo brutaal geweest om van mijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en hem wel voor de raadspenning in aanmerking te laten komen. En een discretionaire bevoegdheid, voor degene die dat niet weet, dat betekent dat je een regel hebt en dat je dan als burgemeester daarvan mag afwijken. En dat heet dan een discretionaire bevoegdheid. En soms gebruik ik die. Dus als u... Ja, zo is dat. Ingrid Kappert. Ingrid, ik ga je wel kussen, als je dat goed vindt. Dankjewel. Ja? Arie Koetsier, één volle periode, in de raad gekomen als eerste opvolger na de benoeming van Maurits van Martels als wethouder, raadslid vanaf 19 mei 2014. Jij neemt vanavond afscheid. Ik heb voor jou bloemen en een foto. Je zei op de verkiezingsavond dat voor jou de speel in Nieuw-Leuzen een van de... Nou ja, voor jou een van de hoogtepunten was van wat er in deze raadsperiode is gebeurd. Dat geldt niet alleen maar voor jou. Ik kan je vertellen, dat geldt voor mij ook. En ik denk nog wel voor meerdere. Ook jij, denk ik, hebben wij gezien als een hele evenwichtige man. Je bent niet ijdel. Ja, dat is misschien een rare formulering, maar je hoeft niet per se op de voorgrond te staan. Inhoudelijk ben je altijd enorm goed voorbereid. En je bent gewoon een prettige collega. En ik weet ook dat jij zo een van de mensen bent die je kunt vragen om te helpen als er eens een keer iets niet helemaal goed gaat tussen mensen. Laat ik het zo maar zeggen. Daar hebben we er niet zo heel veel van. Dus we gaan je wat dat betreft heel erg missen, Arie. We wensen je het allerbeste. Voor jou bloemen, een foto en ook een raadspenning. Dankjewel.
daarop staat de naam plus de periode dat je hem laat. En maar mouw. Hij is verdiend. Nou krijg ik weer een hele rare. Want dat is Gerard Jutte. Kom bij me, Gerard. Dit is een rare. Nu krijg ik een hele bijzondere. Want dat is Gerard Jutte. En je bent ook in de raad gekomen als eerste opvolger na de benoeming van Klaas Agricola. Als wethouder. En je bent raadslid vanaf 19 mei 2014. Dat is eigenlijk hetzelfde als Arie, even lang. Je neemt vanavond afscheid. En je krijgt ook bloemen en een foto, maak je geen zorgen. Je krijgt ook een raadspenning, want je hebt een volle. Maar ja, je bent ook eerste opvolger als gemeentebelangen. Dus dat betekent dat als gemeentebelangen straks een wethouder mag leveren. En dat is niet onwaarschijnlijk, maar je weet het nooit. Maar als ze dat mag leveren, dan kom je gewoon terug. En Geert, daarom ga ik niet uitgebreid met je praten. Dat ik ergens denk dat jij terugkomt. Wat ik wel kan vertellen, je bent natuurlijk echt een man van de stenen en van de grond. En van de materie, het materiaal. In die zin heb je een belangrijke bijdrage geleverd in onze raad. Maar ik reken erop dat je daarmee door mag gaan. En dat hoop jij ook. In ieder geval heel erg dank. Ook voor jou alles. Heel pakket. De penning. Foto. Die je straks moet inleveren. Joehoe. Een beetje hetzelfde verhaal, Roel. Geldt voor jou ook, denk ik. 27 maart 2014 in de raad gekomen. Jongste raadslid. Nou, hier moet ik weer zeggen, je weet niet hoe de dingen gaan. Dus we nemen gewoon afscheid van je, want we houden ons in de wet en de regelgeving. Dat is ook af en toe wel weer fijn, weet je, dat je gewoon zegt, nou, hup, je neemt nu afscheid, zo simpel is het. Maar ook jij bent eerste opvolger. Als het CDA een wethouder mag leveren, en die zou uit de fractie komen, dan ben jij aan de beurt en kom je gewoon weer terug. Ik neem aan dat je dat ook graag wilt. En je lijkt wel een beetje op Gerard eigenlijk, qua profiel. Weliswaar een andere achtergrond, maar ook jij bent een man van de ruimte. Jij bent ook een man van de stenen, van de materie, van het materiaal. Zoals we mensen hebben van het sociaal domein, hebben de mensen ook echt hier in de raad, denk ik, van de omgeving, van de ruimte. Daar ben jij er één van. Ook voor jou geldt een hele bescheiden, en dat bedoel ik echt positief, een hele bescheiden en rustige inbreng in de raad. Altijd op inhoud en ook altijd, vond ik, gewoon goed luisterend op een. Ik kan niet anders zeggen. Dus ook ik hoop, vanwege je inbreng, dat het jou gegund is om terug te komen. Maar ik neem afscheid van je. Het is niet anders. Bloemen, foto en aanspanning. Allemaal voor jou. Alsjeblieft. En ook jij mag de foto laten zien. Dames en heren, ik ga verder met Betsy Hamerman. Betsy, in de raad. Mevrouw Hamerman, ik weet even niet, soms niet precies hoe ik het moet doen. In de raad gekomen bij de start van de vorige periode. En tussentijds fractievoorzitter geworden. En dat was namelijk toen Maurits vertrok. En omdat hij tot het hogere werd geroepen, laat maar zeggen. En Jan Uitslag werd benoemd tot wethouder tussentijds. En op dat moment ben je ook fractievoorzitter geworden. En ben je de eerste persoon van het CDA geworden. Ook lijsttrekker bij de afgelopen verkiezingen. Opnieuw gekozen. En niet zo'n beetje. En je gaat dus ook door als raadslid. We nemen geen afscheid van je. Maar we nemen wel afscheid van je in deze raad. En we gaan je terugzien. En we gaan ook jouw. We gaan ook jouw inbreng gewoon niet missen. We mogen daarvan blijven genieten. Ik ga daar verder ook niks over zeggen. De bloemen en een foto heb ik voor je. En ik ben zelf ook steeds benieuwd naar die foto's.
Oké, dan kom ik bij Evert-Jan Hof. Evert-Jan, ook jij in de raad gekomen, net als Roel, bij de start van de vorige periode, 27 maart 2014. Je neemt vanavond echt afscheid. Ja. En daar is gewoon echt geen twijfel over, laat ik het zo zeggen, want je stond niet meer op de lijst dit keer. Een hele bewuste keuze van jezelf geweest, voor zover ik dat begrepen heb. Ja. Hoe ga ik jou typeren? Dat is wel een uitdaging. Want je bent wel raadslid, maar eigenlijk ook niet. Je bent eigenlijk ook een soort activist. En dat is jouw manier van werken. Je wilt, je mag straks wel terug zijn als je daar behoefte aan hebt. Maar dat is jouw manier van werken. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, dat je je misschien af en toe wel in die raad opgesloten hebt gevoeld. In de manier waarop wij ons moeten houden aan de omgangsvormen en het overleg. En dat je het gevoel had, hé, maar daarbuiten kan ik veel meer. Dan dat ik daar binnen kan bereiken op jouw eigen agenda. En in die zin gebruik ik ook dat woord activist. Je bent iemand die iets gedaan wil krijgen. En dat wil je natuurlijk met name op het gebied van duurzaamheid. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dat is niet alleen maar je werk, maar dat is ook je persoonlijke missie. En misschien is het wel zo dat het feit dat je dadelijk uit de raad weg bent, dat gewoon ruimte biedt voor andere dingen. En misschien heb je wel veel meer maatschappelijke betekenis dan dat je hier zou kunnen hebben gehad. Ik sluit dat gewoon niet uit. Dus als ik het allemaal niet goed geformuleerd heb, ik heb het wel goed bedoeld. Nee? Nou, dat is één punt wat ik over jou wilde zeggen. Tweede is, vind ik het wel grappig, je bent ook een hele precieze man. Want als wij onze dossiers niet op orde hebben, dan begin je toch echt heel erg ingewikkeld te doen. Dus tijdens het college is dat ook altijd wel een van de vragen, denk je dat Evert-Jan hier tevreden mee is? En dan is de vraag niet inhoudelijk bedoeld, maar is hem echt qua dossiervorming bedoeld. U ziet meneer Van Leeuwen grijnzen. Dat is inderdaad de man die vraag stelt. Ja. Ik denk dat je op die manier doorleeft. Evert-Jan, hartstikke bedankt voor je inbreng. Ook voor jouw bloemen, foto, volle raadsperiode, dus ook een raadsperiode. Jan Royakkers, die is er niet. Die had een andere verplichting vanavond, die probeerde. Ik ga er toch iets over zeggen. Kijk, wij nemen nog afscheid met elkaar, met de partners tijdens een diner. Hè? Op 5 of 6 of 6 april, geloof ik. En dan, u snapt dat ik dan andere dingen zeg dan nu. En dan voel ik me gewoon wat vrijer. Maar met betrekking tot Jan Royakkers wil ik hier toch gezegd hebben dat hij er niet is, is wel grappig. Ja, niet echt, maar er zit iets grappigs aan. Want wat hij gisteravond probeerde, en de griffier kan dat bevestigen, is omdat hij vanavond niet kon, probeerde hij de vergadering te verzetten. Hij zei, kan die vergadering niet overmorgen? Of donderdag of zo? Ik zei, nou, donderdag gaat niet lukken, want dan hebben we de installatievergadering van de nieuwe raad. Kan het dan niet daarvoor? Dus, en dit is wel een beetje Jan Royakkers. Weet je, ja, procedures, regels, ze zijn best belangrijk, maar ook uiterst hinderlijk. Ik ga hem daar nog uitgebreid over toespreken, maar dan weet u nu alvast wat ik hem ongeveer ga zeggen. Ook voor hem bloemen, foto en een raadspenning. En misschien wel goed om hier ook even bij stil te staan. Dat Jan in feite niet vrijwillig in de raad is gekomen. Dat was natuurlijk niet zo. Jan stond op plek 6 of 7 van de lijst van D66, geloof ik. En hij kwam eigenlijk vanwege zeer, zeer verdrietige omstandigheden kwam hij in de raad. Namelijk omdat op het laatste moment bleek dat de lijsttrekker van D66 toen ernstig ziek was. Dus Jan is tegen wil en dank in de raad gekomen. En hij heeft echt zijn uiterste best gedaan om zich zo goed mogelijk aan te passen. En we moeten hem daarvoor waarderen en prijzen, lijkt mij. Tot zover Jan. Ik wil het niet laten. Rietje, jij bent aan de beurt. Dames en heren, Rietje Lasje, ChristenUnie. Zit in de raad sinds 11 maart 2010. En gaat nu op voor de derde periode, omdat ze gewoon opnieuw gekozen is. En ze is opnieuw gekozen, met voorkeurstemmen. Dus er waren een boel mensen die gewoon echt op haar gestemd hebben. Dat is natuurlijk geen disqualificatie van de lijsttrekker. Maar het is een waardering voor het werk, denk ik, wat jij gedaan hebt. En de persoon die je bent in je eigen gemeenschap. Ook voor jou geldt, ik zeg maar één zinnetje, dat er één domein is waar je heel erg op betrokken bent. En dat is het sociaal domein. En
Ook daar ben je inhoudelijk heel gedreven en heel precies. En neem je ook uitgesproken opvattingen in. En weet je ook vaak de raad mee te krijgen in voorstellen of ideeën die niet bij het college vandaan komen. Laat ik het zo zeggen. En nou, en dat doe je knap. Voor jou bloemenfoto en een paar kussen als dat mag. Ja. Dankjewel. Fijn dat je terugkomt. Ja. Dankjewel. Peter is er niet. Dat is heel vervelend. Peter Meijerink. Maar die kon echt niet, zich echt niet vrijmaken. We nemen van Peter ook afscheid op 6 april, dan is hij er wel, samen met zijn echtgenoten. En dan gaan we hem uitgebreid toespreken. En ook Peter heeft vrijwillig ervoor gekozen om niet terug te komen. Hij vond het een mooie periode, laat ik het zo zeggen. En daar heeft hij natuurlijk ook helemaal gelijk in. Peter is, even kijken, hoe lang is hij raadslid geweest? Ook sinds 2010, ook 2 periodes. En 8 jaar is prima. Dan heeft iemand gewoon het goed gedaan, vind ik zelf. Ja, dat is inderdaad wel grappig dat ik dat zeg. Herman Klein-Koerkamp. Herman Klein-Koerkamp, gemeentebelangen, zit in de raad sinds 2010. 2 periodes. Herman, jij bent niet zomaar een raadslid. Jij bent een voorzitter van de raadscommissie. Dat doe je samen met Janine. En dat doe je al een hele periode. Dat doe je op jouw manier. Buitengewoon ontspannen. Heel rustig rondkijkend. Zelden stemverheffing. Er is eigenlijk nooit irritatie zichtbaar. Daar ben je wat ons betreft denk ik de enige in. Neem ik op voorhand maar zo. En buitengewoon belangrijk voor de raad. Want een voorzitter van een raadscommissie is wel iemand die je eigenlijk moet vertrouwen. Dat hij zijn best doet om iedereen goed aan het woord te laten en daarmee ook als het ware een soort verdelende rechtvaardigheid voor wat betreft aandacht en inbreng realiseert. Je bent opnieuw gekozen, je gaat gewoon door als raadslid, we nemen helemaal geen afscheid van je, maar we zijn wel blij dat je er bent. Die neemt hij niet mee naar huis, zegt hij. Hans Ellebroek, jij bent vlakbij me. In de raad sinds 11 maart 2010. 2 periodes gehad. Neemt vanavond afscheid. Maar is ook hier weer tweede opvolger. Dus het zou zomaar kunnen dat we je over een tijdje weer mogen verwelkomen. Hij is tweede opvolger van gemeentebelangen. En nou ja, ook hier geldt weer als 2 van de raadsleden als wethouder worden benoemd, dan schuift hij weer automatisch in, als het gebeurt. Wij gaan er niet over, Hans, jij en ik niet. Daar gaat de nieuwe raad zelf over. En die gaan dat met elkaar uitzoeken allemaal. En jij zei, dat is maar goed ook, en dat ben ik helemaal met je eens. Dat daar die verantwoordelijkheid ligt en die zware taak. Je neemt dus vanavond afscheid. Dus ik heb de bloemen, de foto en de raadspenning voor je. Hans, ook voor jou geldt, en misschien geldt dat wel voor heel veel mensen in deze raad, dat je gewoon een heel amabel mens bent. Als je iets niet wilt, dan zijn het conflicten. Daar ben je volkomen wars van. Tenminste, voor zover ik dat kan zien. Hè. Ik weet niet hoe je ergens anders bent. Maar voor zover wij dat hier kunnen zien, is dat gewoon iets wat je niet doet. Je bent persoonlijk naar mensen toe, je bent vriendelijk naar mensen toe. En je bent op je onderwerpen ben je goed voorbereid altijd. Maar dat zeg je ook niet meer dan nodig is. Soms kijk je me aan en dan denk je, ach, dat slotwoord kan ik ook overslaan. Conclusie is helder. En ik waardeer dat. Ik vind dat dit niet een plek is waar je zoveel mogelijk woorden moet spreken. Dit is een plek waar je zo goed mogelijke besluiten moet nemen. Dat is iets heel anders. En daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld in die afgelopen 8 jaar. Dus mijn persoonlijke dank daarvoor. Ik kan iedere voorzitter, kan ik een raadslid zoals jij toewensen. Ook voor jou de foto en de raadspenning. En ik heb je 1 keer bij de verkeerde naam genoemd en ik hoop dat je me dat vergeet. Ben je al vergeten? Ja, goed zo.
gaan we naar Luco Nijkamp, als ik het goed heb. Ik zag het aan een foto. Luco, jij zit in de raad sinds 10 april 2006. Dat is echt een hele serieuze tijd. Je hebt 3 volledige periodes erop zitten en de afgelopen 2 periodes als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Dus je hebt me ook een paar keer moeten vervangen. En je hebt me vooral moeten vervangen, denk ik, op de momenten dat ik een inhoudelijk onderwerp had en niet de afstand kon bewaren om dat als voorzitter op een correcte manier te behandelen. Vat ik het zo goed samen? Ja. Dus dat we eigenlijk met elkaar vonden, anderen kun je beter niet als raadsvoorzitter behandelen, want dat gaat mis. En dat zijn de momenten waarop ik dan mijn ketting om jouw nek moest hangen. Ik heb dat nooit graag gedaan. Maar wel altijd knap gevonden hoe je dat gedaan hebt. Want je zit die raad echt goed voor. Denk ik. Dat doe je op, ja, dat vinden we eigenlijk in de voorbereiding, hebben we gezegd, dat doet hij gewoon goed. Je doet het zelfs zo goed dat we met z'n allen ook bedacht hebben dat het misschien wel handig is dat je het presidium voorzit. Dus dat doe je ook. Terwijl dat niet logisch is. En het is ook nog eens een keer zo dat je samen met Johan Wildfank de werkgeverscommissie invult voor onze griffier. En hem daar dus moet aanspreken, zeg maar, op wat hij niet goed doet en moet bemoedigen in wat hij wel goed doet. En dat laatste doen jullie ruimhartig. En van het eerste heb ik nooit iets vernomen. Dus dat weet ik niet. Dus in die zin vervul je echt een rol die verder gaat dan alleen maar die van fractievoorzitter van de ChristenUnie. Je komt terug, en daar is geen twijfel over mogelijk. Je bent opnieuw gekozen. En ik denk dat het van meerwaarde is voor onze gemeenschap en voor onze raad. Dat we jou straks weer mogen verwelkomen. In ieder geval wat mij betreft hang ik die ketting als nodig is weer graag om je nek. Maar ik ga er niet over. Hans zei het net al, de raad gaat erover. Dankjewel. Ja, dat ben jij. Knap kerel. Ja, alsjeblieft. Dan komt bij Inge Haarman. Inge. Ook voor jou geldt, en het zijn toch periodes, dames en heren, ook voor jou geldt dat je in de raad zit sinds maart, 16 maart 2006, dus je hebt 3 volledige periodes gehad. En je bent opnieuw gekozen, ook jij, met voorkeurstemmen, en je gaat dus door als raadslid. Inge, ik ken de verhoudingen binnen fracties niet, hè? Dat weet ik niet. Er wordt mij ook erg weinig over verteld en ik denk ook dat dat goed is. Want als burgemeester moet je niet te dicht, zeg maar, op de dynamiek in de raad zelf komen. En je moet daar afstand toe houden. En dat doe ik ook, vol overtuiging. En ik ga me niet altijd even makkelijk af, maar ik doe wel mijn best, laat ik het zo zeggen. En je hebt natuurlijk jarenlang in deze raad een belangrijke rol vervuld. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zowel als woordvoerder, maar ook, ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik dat moet zeggen, ook daarbuiten gewoon. Ik denk dat je echt een van de gezichten van gemeentebelangen bent, zeker in het dorp Dalfsen. Dat is niet alleen maar op die poster te zien, maar dat is ook gewoon op straat te zien. Dus ik feliciteer je van harte met het feit dat je door mag gaan als raadslid. Ik neem dus ook geen afscheid van je, maar ik bedank je wel voor wat je gedaan hebt al die jaren. En je gaat gewoon via de periode in, toch? Mag je ook eens? Ja, dames en heren, dat is ook een foto van mij gemaakt trouwens. Maar ik heb geen idee waar die is. Is kwijt. Dames en heren, ik ga verder met Janine Schiphorst. Janine, ook voor jou in de raad sinds 16 maart 2006. En ook voor jou 3 volle periodes. En je bent absoluut gekozen met voorkeurstemmen, dus je gaat gewoon door. Ook bij jou hou ik het kort. Maar voor jou geldt hetzelfde als voor Herman Klein-Koerkamp. Ah, je bent ook een van onze voorzitters. En dat doe je echt met heel veel verve. En
Ik vind het leuk om daarnaar te kijken hoe je dat doet. Ik heb ook het gevoel dat je erin gegroeid bent in de afgelopen jaren. Dat het je echt makkelijker afgaat, dat je meer ontspanning voelt. Wat misschien wel goed is om erbij te zeggen, is dat je niet alleen maar commissievoorzitter bent, net als Herman, maar samen met Ab Goeree, waar ben je Ab? Daar, bescheiden, als altijd. Samen met Ab Goeree en onze gevierde Joost Leegwater maken wij natuurlijk ook de agendacommissie uit. En voor degene die dat niet weet, dat is de verreweg de machtigste commissie in het hele gemeentehuis. Want wij bepalen welke onderwerpen rijp genoeg zijn om op de agenda te komen. Dus wij zeggen soms gewoon dat iets niet goed genoeg is. En we maken daarin keuzes. En we zeggen soms ook dat iets sneller moet, omdat het eerder is toegezegd. En dat is denk ik heel belangrijk, dat dat op een zorgvuldige, apolitieke manier gebeurt. En dat proberen we met elkaar te doen. En ik denk dat wij daar eerlijk gezegd in slagen. Ik doe dat met heel veel plezier. Het zijn altijd hele leuke bijeenkomsten. Dames en heren, Janine zit al 3 periodes in de raad. Dat betekent eigenlijk volgens zeg maar, de gebruiker binnen het CDA dat je niet terug had mogen komen. Want daar is het 12 jaar sloes, toch? Ja. Jij komt toch terug. Dus dat betekent dat het CDA gebruik heeft gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid. En daar ben ik echt heel blij om. Want een beetje continuïteit kunnen we wel gebruiken. Dus fijn dat je er bent en dat je blijft. Dankjewel. Oké. Komen we bij de Nestor. Jos Raamaker, gemeentebelangen. Jos, ik hou het kort. Voor jou geldt hetzelfde als voor Inge. Je kunt niet op straat komen of ik zie je ergens lachend op een raam hangen. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen in Dalfsen zo is. Gemeentebelangen, zeker in het dorp Dalfsen, ik denk dat het in het dorp Nieuw-Leuzen echt anders ligt. Meneer Schuurman is daar natuurlijk ook al enigszins bekend. Maar zeker in het dorp Dalfsen wordt gemeentebelangen en Jos Raamaker, dat is 1-1. Dat wordt gewoon met elkaar vereenzelvigd. En daar heb jij, denk ik, ook persoonlijk gewoon een enorme bijdrage aan geleverd. Zonder dat je aan zelfverheerlijking hebt gedaan. Omdat, en dat is misschien wel raar, je echt erin geslaagd bent om een bijdrage te leveren aan de groei van jouw eigen politieke partij, waar je deel van uitmaakt, gemeentebelangen. Gelijktijdig ben je een hele bescheiden man. En het enige wat je eigenlijk wil, uiteindelijk aan het eind van de dag, is dat alles en iedereen goed met elkaar omgaat. En dat er geen gedoe is. En dat siert je, denk ik. En dat betekent, dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom, en jij niet alleen hoor, dat geldt denk ik voor die hele raad die hier zit. Maar dat is ook een van de redenen waarom we het relatief goed hebben gehad bestuurlijk de afgelopen jaren. En dan praat ik over een langere periode. We hebben gewoon niet zoveel gedoe. En des te groter het ego, des te meer kans op gedoe. Dus hou je ego. Kom goed. Jos, dankjewel. Je bent opnieuw gekozen. Je gaat gewoon door. En je blijft Nestor. Ze halen je niet meer in. Dankjewel voor je bijdrage. Ja. Jos gaat door, dat geldt niet voor de volgende 3. Want dat zijn 3 bijzondere. En ik begin bij de heer Lochtenberg van CDA. Theo, wil je bij me komen? Meneer Lochtenberg die antwoordde op het mailtje van onze griffier, wil je in de commissie voor geloofsbrieven zitten? Zei meneer Lochtenberg, oh lekker, altijd leuk om nog een klusje te doen. En voor iemand die een doe-het-zelfzaak heeft, is dat natuurlijk een goede formulering. Zit in de raad sinds 16 maart 2006, dus ook 3 periodes, 12 jaar. En in 2014 hing het er nog even om, maar omdat Niels Meijer de benoeming niet heeft aangenomen toen, kwam je er alsnog in. En je hebt je volle periode weer gemaakt. Dames en heren, ik weet niet, heeft u wel eens een keer gekeken hoe Theo zijn inbreng in de raad levert? Dat is niet altijd makkelijk voor de wethouder die inbreng moet ontvangen, laat ik het zo zeggen. Omdat Theo in zijn formuleringen scherp is. Echt scherp. En Theo laat je ook niet los.
Het is een van de mensen die mijn samenvatting aan het eind van de discussie regelmatig verbetert. Dat is tamelijk irritant, kan ik u zeggen. Maar ik zei verbeterd. Ik zei niet veranderd. Ik zei verbeterd. Hij heeft meestal wel een punt. Meestal. En hij is ook gedreven. Als het gaat om wonen is, hij gedreven. Ook hier, dit is ook weer een man van stenen en van grond. Als ik het zo mag zeggen, Theo. Dat fascineert je enorm. Ook duurzaamheid. Maar je zit er anders in dan Evert-Jan. Ook hier ben je misschien niet zozeer ideologisch gedreven, maar echt heel praktisch gedreven. Dat je gewoon hier ook maar zonneparken aanleggen, klaar. Beleid is prima, maar moet niet lastig zijn. En in die zin ben je ook, denk ik, op die manier gedreven. En heb je ook enorm veel bereikt in de afgelopen jaren. Je was, denk ik, een van de belangrijkste woordvoerders van het CDA. Ik durf dat zo te zeggen. Ik kijk even, maar ik denk dat als we naar spreektijd kijken, dat jij van het CDA misschien wel de meeste gevuld hebt. Dat heb je met name gedaan door in discussie te gaan met wethouder Agricola. Jullie konden goed met elkaar. En dat gaan we missen. Want dat was voor ons, inderdaad waren dat toch altijd een soort hoogtepuntjes, weet je wel. Dat jullie elkaar het bloed onder de nagels vandaan haalden. En jullie wisten dat ook gewoon goed te doen. Weet je? Dus het lukte iedere keer weer. Was ook functioneel. Dus ik vertel het nu een beetje grappig, maar het was ook functioneel. Theo, dankjewel voor alles wat je betekend hebt. En die 12 jaar en jouw afscheid dit keer, dat betekent dat je niet alleen maar bloemen krijgt, niet alleen maar een foto, niet alleen maar een raadspenning, maar dat ik ook het genoegen heb en de eer om jou te mogen onderscheiden met een koninklijk onderscheid. Dames en heren, ik vind het altijd heel bijzonder om een koninklijke onderscheiding te mogen uitreiken. En ik zeg er ook altijd bij, ook zo'n koninklijke onderscheiding is enorm geprotocoliseerd. Theo, waar ben je? Ben ik je kwijt? Oh, daar. Je krijgt er een doosje bij met een boekje en daarin staat wanneer je ze mag dragen. En dat is nagenoeg nooit. Dat zeg ik er maar gewoon bij. Dus je kunt niet denken van nou, ik ga zaterdag boodschappen doen bij de Coop in Lemelveld. Weet je wat, ik speld mijn koninklijke onderscheiding op. Dat mag niet. Dus behalve op de dag dat je hem krijgt. Dus mijn advies is gewoon om er vanavond mee naar bed te gaan, zeg maar. Nut het volledig uit. Want nu mag het. En dan kunnen mensen ook foto's van je maken. Ja. Nee, nu, dan Janine, je moet lachen. Goed zo, hè? Luister nou eens. Johan Wildvank. Ja, je moet er aan lopen, Johan. Dames en heren, Johan. Ook jij zit in de raad sinds 16 maart 2006. En ook jij hebt 3 periodes gehad. Fractievoorzitter, meteen vanaf het begin. Vanaf dag 1. We hebben natuurlijk een gezamenlijke start. Ik heb dat geloof ik nooit hier gezegd. Maar laat ik het nu maar doen, je gaat toch weg. Maar ik had toen de eervolle vraag heb ik toen gekregen van de afdeling Partij van de Arbeid in Dalfsen. Om te helpen bij het samenstellen van de kandidatenlijst toen dat tijd. Dus ik ben het die jou toen op die lijst heeft gezet. Ja. En ik weet niet of jij er ooit spijt van gehad hebt. Maar ik niet. Jij wel, hè?
Ja, ik niet. Ik hoop niet ook dat ik je dingen heb voorgelogen toen. Want dat zou best zomaar kunnen. Het zou best zomaar kunnen dat ik het werk mooier heb voorgesteld dan dat het is. En er zit natuurlijk schoonheid in het werk. Het is prachtig mooi werk om te doen dit. En volgens mij heb je dat zelf ook zo ervaren. Omdat het gewoon heel relevant is wat je doet. Je hebt gewoon echt betekenis. En ik vind dat in deze raad, en dat vind ik ook echt een compliment aan de raad, je ook als eenpitter, hè, wat je de afgelopen periode hebt moeten doen, ook nog steeds een man of vrouw met invloed kunt zijn. En ook echt bepalend kunt zijn voor het debat en een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van het debat en uiteindelijk ook aan de besluitvorming. Ik denk dat in het algemeen wij wel vinden dat jij dat gewoon gedaan hebt. Dus je was dan wel zo'n eenpitter daar, maar het was wel vrij lastig om niet goed naar je te luisteren. Je hebt zelf gezegd dat je het regelmatig met mij oneens was als voorzitter van deze raad. En ik kan je bevestigen, dat is wederkerig. Dat gold voor mij ook. Maar ik heb altijd bewondering gehad voor de scherpte van je manier van debatteren. En volgens mij vind je dat ook belangrijk. Je bent een streng mens op een bepaalde manier. Naar anderen, maar ook naar jezelf. Je wilt wel dat de redenering klopt. En dat als je bij A begint en je eindigt bij C of D, dat daar een logica in zit. Soms vind ik dat je gewoon niet bij A moet beginnen. Maar als je bij A begint, moet je wel op die plek uitkomen. En in die zin, denk ik, heb je je echt onderscheiden in deze drie periodes. Ik vond het fijn dat je erbij was. Voor wat ik zei, de kwaliteit van het debat, de openheid waarmee je het voerde. De pogingen die je bij voortduring deed om vraagstukken te bezien van een zo breed mogelijk perspectief. Compliment daarvoor, waardering daarvoor en ook jou mag ik, en dat is me echt een waar genoegen, 12 jaar nadat ik jou dit heb aangedaan, mag ik jou vereren en met een koninklijke onderscheiding. En dan, dames en heren, tot slot, Anne Nijburg. Anne, ik ben als laatste. Kom je naar me toe? En het is gewoon wel grappig, Anne. Allereerst, ik vind het ingewikkeld dat ik afscheid van je moet nemen. Want het is natuurlijk niet helemaal vrijwillig. Weet je wel? Dus het is ook gewoon, er zijn allerlei redenen en omstandigheden waarom het werk niet meer zo gaat zoals het vroeger ging. En dat vind ik jammer. En ik dacht, ga ik dat nou benoemen of niet? Ik dacht, ga ik wel benoemen, het speelt gewoon. En natuurlijk is het een eigen keuze, ik bedoel, het is jouw leven. Maar aan de andere kant is het dat ook weer niet. En ik wilde dat toch benoemd hebben. Ik vind het jammer dat dat zo is en dat we afscheid van je moeten nemen. Bij de voorbereiding zat ik me eerlijk gezegd af te vragen, is het nou zo dat als mensen langer in de raad zitten, dat ze dan steeds scherper worden in hun formuleringen? Want we hebben Theo Lochtenberg gehad, Johan Wildvank, en nu eindig ik bij jou. Jullie waren toch wel ongeveer de mensen met de allerscherpste formuleringen, zeg maar, in de raad. En jij had daar ook plezier in. Je wilde graag woordspelletjes maken. En je kon ook scherp uit de hoek komen. Daar heb je ook gewoon plezier in. Weet je, nog los van de inhoud, natuurlijk is de inhoud ook belangrijk. En natuurlijk gaat het ook om de impact van wat je doet. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Maar het gaat uiteindelijk ook om het plezier in het handwerk. En dat had jij natuurlijk. Jij vond het heerlijk om de meest vilijne formuleringen te vinden. Als het ging om het afschieten van een of ander collegevoorstel. Waarvan je vond dat het sowieso nooit hier op tafel had mogen komen. En als het hier al op tafel had moeten komen. Dan hadden wij ons boetekleed al moeten aantrekken. Nog voordat we het woord hadden gevoerd. Nou, op die manier kun jij ook in deze raad het woord voeren. Daar keek je dan altijd, en dat was merkwaardig, heel tevreden bij. Want normaal gesproken, als iemand iets heel naar zegt, zou je denken, hij kijkt er ook naar bij. Geldt niet voor Anne Nijburg. Des te vervelender de boodschap, des te tevredener de blik.
En daaruit heb ik altijd afgeleid, dat vindt hij ook leuk. En hier komt iets merkwaardigs. Want Anne Nijburger is een zachte man, is een harde man, dat omschrijf ik net, maar is ook een zachte man. Hij is alle twee tegelijk. Want wat hij niet wil, als hij een gemene uitspraak doet, is dat je hem gemeen vindt. Hij wil niet kwetsen. Dat is het allerlaatste wat hij wil. Hij wil altijd in contact blijven. En hij is eigenlijk gewoon een liefdevolle man. En dat heb ik altijd mooi gevonden aan jou. Aan de ene kant scherp, soms zelfs filijn, en aan de andere kant zacht, zachtmoedig en liefdevol. En dat gaan we mishouden. Dus fijn dat je er was. Echt fijn dat ik je collega mocht zijn, dat ik je voorzitter mocht zijn gedurende een aantal jaren. En ook voor jou geldt dat ik bloemen heb, foto en een koninklijke onderscheiding, die ik je met plezier en heel veel genoegen toeken. Dankjewel. Anne, ook voor jou de foto, de bloemen, en nog een keer bloemen en een raadspraak. Ja, nee, dank. Ik kijk even naar het griffier. Beste griffier, mag ik terugkomen naar mijn veilige stoel? Dat mag. En dan weet ik dat er nog een aantal van de raadsleden die afscheid willen nemen, dat die ook graag nog wat zouden willen zeggen. En ook dit doen we gewoon weer echt op anciëniteit. Dan hebben we tenminste een criterium. En dan begin ik met Arie, met jou uit te nodigen, als het mag. Ja, ik vind het leuk als je naar het katheder gaat, dat vind ik echt leuk. En het klokje loopt niet mee. En dat is alleen maar vandaag. Begin ik met dank u, voorzitter. Ik ben meestal niet iemand van veel woorden, vanavond iets meer. Ik vind het fijn om in deze bijzondere raadsvergadering iets te zeggen. Ik ga stoppen als raadslid en die keuze die heeft me moeite gekost. Maar de combi met het werk wat ik doe vind ik lastig. Ik wil dingen doen met hart en ziel. Niet dat ik perfectionistisch ben, maar ik wil het wel goed doen. Voor mijn eigen idee. En als ik dat niet kan, dan maak ik een keuze zoals ik nu ook gedaan heb. Hoe lastig ik het ook vond. Meestal start je dus zo. Dank u, voorzitter. Als je een inbreng hebt. Dat heb ik snel geleerd toen ik in de raad kwam. Het bedank van de voorzitter lijkt standaard. Dat is het natuurlijk ook. Maar tegelijk zegt het ook heel veel. Het zegt onder andere dat je de ruimte krijgt om een toelichting te geven vanuit je fractie. Het zegt ook dat je respect hebt voor de ander. Je praat niet door elkaar heen. En natuurlijk vindt het debat plaats. Tegelijkertijd betekent het dat anderen luisteren. Meningen worden gedeeld. Ik heb weinig meegemaakt dat er door elkaar gepraat wordt. En anders greep de voorzitter wel in. Wat mij betreft democratie optima forma. Met elkaar in debat gaan, luisteren, gebaseerd op respect. De afgelopen jaren heb ik ervaren dat de Raad in Dalfsen hierop gebaseerd is. Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren. Een enkele keer baalde ik van een besluit, maar gelukkig is er vooral veel bereikt in de afgelopen jaren. Daar kunnen we op trots zijn. En vooral een welgemeend compliment voor de ambtenaren en het college. Ik vind het jammer om afscheid te nemen, maar ik sta wel achter mijn keus. Ik ben enorm trots op mijn eigen fractie en de mensen die betrokken zijn bij het CDA. We hebben goed samengewerkt. En ik ben blij met de bijdrage van onze fractie tijdens de afgelopen jaren. Graag wens ik de nieuwe raad toe dat de huidige basis, het wederzijdse respect, ook zo blijft. En zeker ook het plezier die er vaak is in de raad. Wat ik tijdens de verkiezingavond zei,
Ik ben van de verbinding, niet van de polarisatie. Laat die verbinding de basis zijn van onze mooie gemeente. En voor de laatste keer, dank u wel, voorzitter. Meneer Koetsier, dank u wel voor uw inbreng. Ik geef het woord aan de heer Roelkouwer. Voorzitter, raadsleden, college, andere aanwezigen. Voor mij een dubbel gevoel. Ik sta hier. Vanmiddag wist ik niet dat ik hier per se afscheid zou nemen. Het was altijd nog de mogelijkheid dat de hertelling anders uit zou pakken dan het heeft gedaan. Als de hertelling iets heeft opgeleverd, dan is het in ieder geval aandacht voor het democratische proces en dat het inderdaad zuiver is verlopen en dat we het hiermee duidelijkheid hebben geschept. Daar ben ik blij om. Maar tegelijkertijd sta ik hier dus ook in zekere zin onvoorbereid. Want ik heb van het weekend natuurlijk wel gedacht, zal ik een woord voorbereiden? Maar dat voelde voor mijzelf niet oprecht, wetende dat er misschien nog een hertelling plaats zou vinden. Dus ik doe het anders dan ik gewoon ben, vanavond onvoorbereid en niet op papier. Terwijl ik daar normaal wel gewoon ben om dat te doen. Betekent het tegelijkertijd ook dat ik het gevoel heb dat ik hier nog niet klaar ben. En het is natuurlijk niet gezegd dat ik als eerste reserve op de CDA-lijst de komende periode terugkeer. Maar jullie zijn nog niet van me af. In die zin, ik voel me wel geroepen om bij de lokale politiek en zeker bij de fractie betrokken te blijven. En als dat nou in de raad of in de commissie of op de achtergrond is, ik doe dat graag. Want de politiek heeft mij al langer gegrepen dan dat ik hier in de raad zit. Dat is eigenlijk al begonnen toen ik ging studeren. Ik zat hier op mijn studie, planologie, ruimtelijke ordening. En daar gaat het heel erg over belangenafweging en manier waarop je kijkt naar je leefomgeving. En dat vertaalde zich, daar kwam ik later pas achter, in een politieke betrokkenheid. En dat zag ik ook bij andere medestudenten die ook in verschillende gemeenteraden en staten terecht zijn gekomen. Dat vind ik wel bijzonder. Blijkbaar zit daar toch een verbinding. Ik wil mij dus ook nogal blijven inzetten, omdat ik heb gezien dat het raadswerk ertoe doet. De burgemeester refereerde er ook al aan. Je inbreng tijdens een fractieoverleg, tijdens een raadsvergadering, commissievergadering, buiten de raadzaal, die wordt echt gehoord. En in mijn beleving is hetgeen waar je je mening over vormt en over nadenkt, dat scherpt je ook als persoon. En in die zin hoop ik dat ik mijn bescheiden bijdrage daarin heb mogen leveren. En je ziet gewoon dat concrete resultaten worden geboekt in de dorpen. En dat doet mij goed als je daar je persoonlijke hand en inbreng in herkent. Andersom heeft het raadswerk mij ook veel gebracht. Als persoon, persoonlijke ontwikkeling. Maar ook de mensen die ik de afgelopen 4 jaar heb gesproken, van wie ik er veel niet of nauwelijks kende. De plekken die ik heb bezocht, waarvan ik 4 jaar geleden geen weet had dat ze in de gemeente Dalfsen lagen. Maar ook de onderwerpen. Ik ben inderdaad een man van ruimte en stenen, maar ook het sociaal domein en de financiën hebben mij bijzonder geboeid om daar ook je oordeel over te vellen en daar ook inzicht in te krijgen. Dat scherpt en verbreedt je horizon als persoon. Maar ook zeker je manier waarop je naar de wereld kijkt. Dat is zeker verrijkend. En datzelfde geldt voor problemen, groot en klein, waar je als raadslid, als fractie, als raad, als gemeente een bijdrage aan mag leveren. En ik zei het net al, als je daar het gevoel hebt dat je daar iets aan kan doen, dan is dat heel erg waardevol. En ben ik ook gemotiveerd om dat vervolgens later dan weer op te pakken. Voor nu dus onduidelijk hoe ik het de toekomst eruit ga zien. Ik ga me rustig eens op bezinnen. Ik ga een van de weken op vakantie en ik ga me eens helemaal hoofd leegmaken. Ik wil de fractie hartelijk bedanken voor de afgelopen 4 jaar. Prettige tijd, fantastisch team. Ik kijk er heel prettig op terug, maar ook met de college en zeker de collega raadsleden. Dat het gewoon de afgelopen 4 jaar met respect, in harmonie, constructief, met discussie, maar gewoon altijd met een constructieve ondertoon is gebeurd. En dat geldt eigenlijk ook voor de Griffie
en voor het ambtelijk apparaat, maar ook voor bewoners van onze gemeente, individueel of gegroepeerd. Er wonen heel veel prachtige mensen in Dals. Ik ga het nu hierbij houden, want ik was van plan om heel kort woord te houden, maar ik merk dat ik al iets uit mijn verhaal schiet. Maar ik dank jullie allen en ik zeg graag tot ziens. Dank u wel, meneer Kouwe. En alsjeblieft, excuseert u zich niet voor het feit dat u eigenlijk niet weg wil. Ik geef het woord aan de heer Lochtenberg. Ja, ik heb voor de zekerheid maar wel iets op papier gezet om te voorkomen dat het lang wordt. Want ik wil ook de voorzitter toch wel danken voor deze laatste keer dat ik de gelegenheid nog krijg. Want ik kijk met heel veel plezier terug op die 12 jaar lidmaatschap van de Raad. Ik ben als allereerste heel blij met de kans die het CDA-bestuur mij destijds in 2006 heeft geboden. En vervolgens onze leden en de inwoners die mij het mandaat hebben gegeven. Maar minstens zo blij ben ik met de ruimte die ik thuis heb gekregen om volwaardig raadslid te zijn. Want het kost gewoon elke week weer een aantal avonden, een deel van de zondag, naast ook vaak 5-6 dagen werk in onze winkel. En ik zeg wel eens, het is helemaal niet moeilijk om de wereld om je heen te laten gebeuren als je een winkel hebt. En gewoon als een van de 17 miljoen bondscoaches aan de zijlijn gaat staan roepen. Het raadswerk dwong me echter om me te verdiepen in veel zaken waar burgers vroeger of later mee te maken kunnen krijgen. Het bracht me ook in aanraking met veel organisaties en bedrijven en met veel individuele burgers. Dat maakte me zeer bewust van waar ik het allemaal voor deed. En dat bleek veel leuker dan ik ooit vooraf had kunnen denken. Want ik mocht samenwerken in een fijne sfeer, in een fractie die zich positief, kritisch en ondersteunend opstelt naar elkaar. Ik kijk ook met veel plezier terug op de prima samenwerking, zowel in deze raad met de andere fracties en de verschillende colleges, als ook rond de raad met het ambtelijk apparaat en de verschillende griffiemedewerkers. En de voorzitter memoreerde, daar zit het precies al aan, ik botste in de raad en in de commissies best wel eens. Of ik vond de vooruitgang te langzaam of te weinig. Maar ik probeerde altijd voor ogen te houden dat de ander ook het beste voor had met onze inwoners. Politieke verschillen zitten vaak in de termijn waarvoor je een goed besluit wilt nemen. Deze raad kent de sfeer van doe maar gewoon en geef elkaar de ruimte. En dat blijken prima dragers voor het realiseren van de gemeente waar ik trots op ben. Trots ook dat ik daar een steentje aan heb mogen bijdragen. En natuurlijk, er valt nog genoeg te doen voor de nieuwe raad. En ik wens u allen daar heel veel succes bij. Voor nu heb ik beloofd meer thuis te besteden en eerst maar eens een aantal klussen af te maken. Het gaat u goed. Dank u wel, meneer Lochtenberg, voor uw buitengewoon vriendelijke woorden. En ik wens u ook heel veel succes met uw voortreffelijke voornemens. Mag ik de heer Wildfank uitnodigen? Dank u wel, voorzitter. Zo heet dat dan. Goedenavond ook wat mij betreft, voorzitter, leden van de raad, wethouders, iedereen op de tribune. Ik moet zeggen dat ik toch wel even aangenaam getroffen was toen ik zag vanavond dat de burgemeester toch even zenuwachtig werd toen hij zich realiseerde, terwijl hij het uitsprak, dat wij het laatste woord vanavond hebben. Dat doet mij goed. En ook even terugkomend op het stemmen tellen. Ik had me voorgenomen daar iets over te zeggen en ik kom tot dezelfde conclusie als de voorzitter van de raad. Ook ik ben om twee redenen blij dat we herteld hebben. Enerzijds, alle twijfel is weg. En anderzijds, het systeem werkt. De stemmen zijn goed geteld en het blijkt ook achteraf te kloppen. Kleine verschillen, maar het blijkt te kloppen. Geen zorg dus. Nou, en dan ben ik ook trots op het resultaat voor de Partij van de Arbeid. Daar wil ik ook nog even uitgesproken hebben. Zijn we maar zo van 1 naar 2 gegaan. Geen 1 pitter meer. Dus daar ben ik ook wel echt trots op. Ja, en dan heb je 12 jaar in die raad gezeten. Dan heb ik 12 jaar in de raad gezeten. En houdt het opeens op. En dat is wel even wennen. In ieder geval gedachten heb ik even aan moeten wennen. Maar ik geef er direct bij toe, het wende wel heel erg snel. Want de afgelopen weken bleef die agenda leeg. En dan was ik op zondagochtend in één keer klaar. En dan was ik in één keer al in de kleren. Terwijl ik anders nog achter die computer zat. Dus dat was wel even snel. Was ik snel aan gewend. Neem niet weg dat ik het de afgelopen 12 jaar wel
als zeer eervol en ook plezierig heb ervaren om hier als raadslid te mogen functioneren. Dat ik als vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid, toch van een heleboel mensen die op onze partij hebben gestemd, mocht handelen. En onlangs hadden we het ook tijdens het presidium nog even over dit puntje. En ook daar maakte de burgemeester een opmerking over. Die onderschrijf ik helemaal. In Nederland is er op lokaal niveau sprake van een lekenbestuur. Een raad die bestaat uit raadsleden die dit werk doen naast hun reguliere baan. En die dat doen op basis van gezond verstand. En niet op basis van het feit dat ze beroepspoliticus zijn. En ik denk dat dit iets is wat we moeten koesteren. En ik spreek hier ook maar even uit van dat ik het dus ook oneens ben met die roep om die hogere beloning. Sorry, nieuwe raadsleden, maar ik ben het oneens met die roep om hogere beloningen, want dat trekt volgens mij beroepspolitici aan. En dat zou ik geen verbetering vinden. In die 12 jaar zijn er veel zaken uiteraard langsgekomen. Sommige bijzonder, sommige niet zo bijzonder. Sommige spannend en andere gewoon saai. Opvallend vond ik dat ik altijd moest constateren dat op de twee belangrijkste avonden hier in het jaar, tijdens de begroting en de voorjaarsnota, perspectiefnota, die twee avonden geen hond op de tribune. De belangrijkste avonden eigenlijk per jaar voor een raad. Dat is toch wel bijzonder. Daarentegen zijn er heel veel bijzondere onderwerpen geweest die dan weer volle zalen trekken. Grote projecten op de sportparken, Rozengaardeweg, Rechterense Dijk, Jachtlusteralleen, De Speel, De Trefkoel, Het Kroonplein, de decentralisaties in het sociaal domein, huisvesting migranten, gasloos bouwen, allerlei bijzondere bouwprojecten, om nog maar niet te zwijgen van de windmolens. Het is altijd een eer en bijna altijd een genoegen om daaraan mee te mogen werken. En wat volgens mij blijven liggen is het denken over de rondweg, maar dat komt dan in de volgende periode, denk ik er maar. Ik zou vanaf deze plek alle raadsleden van de huidige raad, maar ook van de vorige raden, alle collegeleden, het ambtelijk personeel heel erg hartelijk willen bedanken voor een zeer plezierige samenwerking. En dat meen ik zeer oprecht. Want soms waren we het hier natuurlijk niet eens. Dat kan. En dat moet ook. Maar dat heeft er nooit toe geleid dat we als raad niet constructief op zoek waren naar een oplossing. En dat is belangrijk. En daar zit voor een deel ook wat invloed achter van voorzitters van raden. Die mogen zich daar ook best wat toe-eigenen, vind ik. Saai, zeggen die journalisten dan. Die politiek in Dalfsen is zo saai. Zeggen ook veel inwoners trouwens. En ik zou willen zeggen, hou er zo. De 3 K's leiden niet vanzelfsprekend tot een beter resultaat. De 3 K's, zoals u ongetwijfeld allemaal weet, kijven, kibbelen en knokken. Het leidt niet tot een beter resultaat, eerder het tegenovergestelde. Vechtraden zijn voor de journalisten dan interessant. Op de tribune wellicht ook, maar volgens mij kosten ze de gemeenschap klauwen met geld. Wat het laatste betreft, geld. Daar wil ik nog 1 opmerking over maken. Volgens mij heb ik het de afgelopen 12 jaar met enige regelmaat hier ter sprake gebracht. En ik kan het niet laten om ook een 13e keer daar nog iets over te zeggen. Houd heel kort hoor. Begroot wijs en ruim, omdat u de middelen niet overhoudt, maar besteedt aan de doelen waarvoor het aan u als gemeente is toevertrouwd. Dan laat ik erbij. Moest hem nog even aan het hart. Dank voor de samenwerking, dank voor uw aandacht. Blijvende leden wens ik alvast een hele goede nieuwe raadsperiode toe. Nieuwe leden wens ik heel veel sterkte, vooral in die eerste maanden van hun nieuwe avontuur. Want dat is het. Over die eerste periode, over die eerste 4 maanden, beklaagt mijn vrouw zich nog met enige regelmaat. En dat is toch al 12 jaar geleden. Het gaat u allemaal goed. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildfank. En ik zal erop toezien dat u ook daadwerkelijk het laatste woord heeft. Dus ik zal de heer Van Leeuwen op geen enkele wijze de ruimte dan wel de mogelijkheid bieden om op uw inhoudelijke inbreng te reageren. En dat doet mij genoegen om hem dat te ontzeggen. Ik ga naar de allerlaatste, Anne Nijburg.
Voorzitter, na zoveel woorden is het goed om even stil te zijn. En in die stilte zou ik het liefst vertrekken. Het is gedaan. Het is klaar. Naar huis. Stilte past. Stilte spreekt. Stilte is verstandig. Er is een spreuk die zegt: wie zijn medemensen kleineert, heeft geen verstand. Maar iemand met inzicht zwijgt. Zwijgen. Soms doet het ertoe. Het doet ertoe te zwijgen. Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken. De tijd van zwijgen is nu gekomen. Tenminste in deze arena. Spreken. Er is wat afgesproken. Afgesproken. De afgelopen jaren. 4 jaren. 16 jaren. 39 jaren. Mevrouw zegt van de week nog: zolang we getrouwd zijn zit je al in de politiek en ben je daarmee bezig. Soms was ik cryptisch. Te cryptisch. En was de boodschap verborgen. Andere keren moest ik mijn lippen bedwingen. Er is nog een spreuk die zegt: in veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. Wie zijn lippen bedwingt is verstandig. Of een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. Vertrekken. Het liefst zou ik met stille trom vertrekken. Dat zou ik het liefst doen. Onopgemerkt naar huis gaan. Weg. Mee met die soldaten die het slagveld verlaten zonder tromgeroffel. Maar dat betekent dat je hebt verloren. Het slagveld moet verlaten. Maar zo'n slagveld was het hierna ook weer niet. En verloren hebben we ook niet. In de politieke arena strijd je wel, maar het gaat altijd om gezamenlijke belangen, die je gewoon soms principieel anders benadert. En nee, ik heb geen lijst van wapenfeiten. Raadslid zijn is een openbare functie. Iedereen luistert mee. Iedereen kijkt mee. Iedereen heeft een mening. Je doet het nooit voor iedereen goed. Voortdurend weeg je belangen en toets je aan principes. Geen achterkamertjespolitiek. In het openbaar aanvaarden is ook in het openbaar neerleggen. Ik wil mijn dank uitspreken. In de eerste plaats aan de bodes, die er steeds weer eerder waren dan wij en van alles hebben klaargezet en hebben geregeld en als laatste weggingen en handtekeningen verzamelden. Ze hebben er heel wat. Ik dank de Griffie. In de ruimste zin van het woord voor ondersteuning bij moties, amendementen en een goed gesprek. Ik dank de ambtenaren voor de openheid en de informatie. Je kon altijd bij hen terecht. Ik dank de pers die fantastische verhalen schreef. Je zou ze bijna geloven. Partij en partijbestuur. Voortdurend op de achtergrond aanwezig. Maar ze waren er wel. Ik dank de steunfractie. Met jonge mensen. Aangevuld. Met nieuw elan. Ik dank deze raad. En deze commissie. Samenwerken hebben we gedaan. Veel geduld hebben we moeten hebben met elkaar. Ik dank het college. Voor de kritische samenwerking. Voor de overtuiging, voor het leiderschap en voor de jochie. Ik dank ook de fractie voor de onvoorwaardelijke steun en de openheid. Ik dank de kinderen en de kleinkinderen. Die hun vader en opa niet anders kennen dan bezig met de politiek en in kerkelijk en maatschappelijk leven. En ik dank mevrouw. Ik hoop dat we nu vaker in de kamer kunnen zitten om een boek te lezen. Ik wil afsluiten met dank aan mijn hemelse vader. In wiens alle leven is, in wiens hand alle leven is. En ik wil u toewensen dat je de vrede zoekt voor dit dorp.
of de stad waar je woont en werkt. En met die zegen mag je gaan. En ik dank de heer Nijburg voor zijn... En ik nodig u allemaal uit om elkaar de hand te geven en nog één keer te genieten van die geweldige zorgen van onze bodes. En ik sluit hiermee voor menigeen van u deze allerlaatste vergadering van deze raad. Mag ik u danken voor alles wat u gedaan heeft. Mag ik u danken voor uw eigen wijze waarop u een bijdrage heeft geleverd aan onze gemeenschap. Zij was waardevol. We kunnen niet zonder u. Ik dank u.